Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Robbe en vandaag gaan we weer Minecraft spelen, namelijk Egg Wars. Dus ja, laten we direct beginnen. Zoals jullie zien zitten we op dit Palmboba eiland of hoe je het, ik weet niet of je het echt zo kan noemen, maar bon. Dus ja, we zijn nu natuurlijk solo Egg Wars aan het spelen. Dus ja, ik denk dat ik gewoon met een wooden sword en een paar blocks ga naar het midden gaan. En wat dan wel natuurlijk mijn doel is gewoon om dit potje hopelijk te kunnen winnen. Dat zou heel erg chill zijn, dus ja. Ik denk dat ik mijn chain chestplate ga gaan in plaats van een leather chestplate. Is iets sterker, dus ja. Is gewoon beter. En natuurlijk gewoon een pickaxe en wat eten. Is nooit verkeerd. Beetje carrots, zo. En dan zijn we nu klaar om naar het midden te gaan. Zo. Wow, moet ik wel even goed lopen. En dit is maar een level 1 generator. En toch level 2, oké, is goed. Is nice. Oké, ik heb 5. Ik ga lekker terug. Want ja, dan kan ik gewoon een iron leggings kopen. Is wel chill, denk ik. Om dat te hebben. Is nooit verkeerd al sinds. Dus ja. Gaan we eventjes onze iron leggings kopen. Dus ja. Ja, lalalala. En we hebben weer 9 uit 11 iron. Dus we gaan even chain helmet kopen. Chain helmet en iron helmet hebben trouwens dezelfde stats. Voor de mensen die dat nog niet wisten. Dus ja, dan weet je het nu. Koop ook eventjes stone sword. Zijn we nu weer fully prepared om naar het midden te gaan voor de fight in die mid. Dus ja. Eventjes alle overbodige shit uit de inventaris doen. En dan gaan we weer lekker. Er naartoe moet ik trouwens wel niet een beetje vastlopen. Hoppa. Ik denk dat ik nu een beetje meer gretig ga zijn. Ik denk gewoon dat ik ook een diamond sword daarvoor ga sparen. Maar is wel een beetje riskant sowieso, maar mijn motherfucking ei is kapot. Vind ik op zich niet, het is kut, maar het is niet zo super erg. Want wat gewoon het belangrijkste is gewoon dat je zelf leeft en dat je zelf goede spullen hebt. Het is beter goede spullen en geen ei dan slechte spullen en wel een ei, dus ja. Kut. Zo, die guy gaat gewoon fucking hard dood. Hoppa, die guy is dood. Ik denk dat ik ook gewoon een diamond schoenen wil gaan hebben. Of nee, ik heb eten nodig. Ik ga terug. Ik heb zwaar eten nodig. Ik ga eventjes terug. Ik heb zwaar eten nodig. Anders ga ik dede. En dat is natuurlijk... Oh, ik had gewoon wortels. What the fuck, doe ik dom. Ik heb eten nodig. Ah, bon. Ik koop eventjes diamond boots. En dan kunnen we er weer tegenaan. Ik denk dat het ook wel slim is om een paar golden apples te kopen. Die heb ik nog steeds niet gegeten. Gaan we wel even doen dan. Om een paar golden apples te hebben is nooit verkeerd. En zeker niet als uw ei al kapot is. Zo. 2 god apples. Dan gaan we nu weer de strijd in het midden aan. Ik had trouwens wel een beetje geluk dat die guy zijn dingen was vergeten te kopen. Waarom ben ik zo hard aan het laggen? Hallo. Oké. Ik was eventjes aan het laggen daar. Maar ik had geluk dat hij de rest van zijn armor denk ik gewoon vergeten was te kopen. Dat heeft mij een heel groot voordeel gegeven. Oké, ik ben een beetje aan het laggen. Is niet zo heel chill, maar bon. Hopelijk gaat de lag gewoon rap weg. Dat zou namelijk heel chill zijn. Ik heb deze aflevering al zo vaak chill gezegd. Dit wordt een beetje afgezaagd, maar bon. Nu heb ik ook weer veel bloks, dus ja. Nog een geppel kopen. Geppel heb ik gezegd. Oké, 2 geppels. Erbij is ook wel chill. Had ik gewoon een beetje lag waarschijnlijk.
Nu is mijn armor best wel goed. Ik denk dat ik ga sparen voor gewoon een powerball. Is 15 uit mijn hoofd. Green. Zou ik Green al gaan killen? Nee, ik denk het nog niet. Ik wil gewoon eerst een boom en een beetje arrows. En dan gaan we Green helemaal de moeder neuken. Dus ja. Hopelijk heeft hij nog geen obsidian. Zou best wel kut zijn, want dan moet ik eerst een diamond pickaxe kopen. En heb ik gewoon dikke pauperscheidhaan, jongen. Koekoek, jongen, diamond pickaxe is veel te duur, jongen. Kost 10 gold of 10 diamonds, jongen. Valt eigenlijk nog wel mee hoe duur dat is, maar bon. Oké, pak weer eventjes een beetje gold. En eens zien archery. Zo. Nu heb ik natuurlijk een boog. Met een beetje pijlen. Dus ja. Green, you're gonna die. En waarom ik trouwens geen iron helmet heb gekocht, misschien heb ik het toch nog niet gezegd. Ah, groen is al dood, bro. Die guy. Leeft die nog? Ik denk het niet. Ik denk gewoon dat hij gestopt is met spelen, dat er daarom nog dingetjes bij zijn eiland zijn, maar ja. Wacht, wat de fuck is er aan het gebeuren? Oh, ik heb ook een chain. Chestplate. Ja, dan is het wel, dat is wel handig om van iron te hebben. Ik weet niet waarom ik dat van chain had gekocht. Foutje van mij. I guess is het gewoon een beetje 10 gold verspeeld. Niet zo heel chill, maar bon. Zo, hier diamond chest. Dus ja. Nu zijn we denk ik klaar om naar andere eilanden te gaan. Om hun helemaal te biepen. Maar het gevaarlijke is deze bruggen. En het ding is, ik kan nu wel snel, redelijk snel gaan bouwen met mijn snelbouwstrategie die ik daar juist ook heb getoond. Maar stel ik flikker eraf door een misplaats omdat de bouwknop niet, of omdat ik gewoon de misklik of zo, dan ben ik dood. Want, ja, zoals jullie weten. Mijn ei is kapot. En zelfs al had ik nog een ei, ik zou het denk ik gewoon niet willen doen. Ik ben de enige die geen ei heeft, maar is op zich niet zo heel erg. Heb ik al heel vaak gezegd, maar bon. Hier zit ik gewoon bij andere guy. Denk even dat we die guy gewoon helemaal gaan killen. Denk gewoon zo. Zo kan ik ook prima bouwen. Oké, dat hij terugkomt naar zijn eiland is best wel KUT. Ik hoop dat hij geen boog heeft, die moon. Nee, ik heb wel een boog, haha. Dat had je niet verwacht, hè, guy. Oké, nu kan ik gewoon even rustig verder bouwen. Die bouw is echt fucking chill. Hoppa, die guy is dood. Nu komt die guy nog terug, maar. Wow. Welke gekke heks heb jij even aangezet? Maar oké, kill one of the day is gebeurd. Nu zijn er nog 2 andere mensen die ik moet doden. Die guy daar dus. Koop eventjes wat blocks bij. Koop eventjes wat eten bij. Of eten is niet echt nodig. Pijlen wel. Ah, ik kan gewoon naar daar. Is chill, I guess. Hoppa, nieuwe arrows. Is nooit verkeerd om te hebben. En ik heb diamonds, kan ik... Oh, guy. Oh, lichtblauw is dood, vind ik, denk ik, wat chill. No! Motherfucking bitch, hoe kon je mij eraf slaan? Echt, oh.
Ik ga altijd dood doordat ik er word afgeslagen. Is gewoon niet meer leuk. En ik kan er gewoon niks tegen doen. Ik map die, maar ik kan er, no ik kan er nooit bijna nooit iemand afslaan. En ik word er wel altijd zelf afgeslagen. Echt niet leuk. Zo, maar bon. We gaan weer eventjes de Bauer Kit kiezen. En we zitten weer bij dit ding. Dus hopelijk kunnen we weer gewoon een beetje deftig spelen. En kunnen we nu hopelijk wel winnen. Dus ja. Oh, ik moet niet de Miner Kit kiezen, de Boulder Kit. Dus ja, over 4, 3 seconden, 2, 1, we zijn begonnen. Ik denk dat nu ga ik een nieuwe strategie doen. Gewoon direct naar het midden rushen. Is ook een strategie. Maar vorig potje waren de andere mensen elkaar gewoon bijna de hele tijd aan het killen. Was wel gewoon chill. Nou, ik bouw het, dank u. What the fuck? Die wou ineens niet meer bouwen, maar oké. Is niet zo erg. Loop ik gewoon naar hier. Ik heb 10 building blocks, is genoeg. Zo. Maar ik binnen, dank u. 5 diamonds. En we peren hem gewoon. Zo. Even zijn trouwens groen. Ik weet niet of dat soort niet speciaal, maar ik vermeld het gewoon even. Dat we groen zijn voor de mensen die kleurenblind zijn. Is trouwens niet erg, je mag nog steeds mijn video's kijken hoor. Vind ik totaal niet erg. Zo. Oh mijn kut. Ik heb totaal geen spullen, maar... Ah, fuck. Dit was best kut. Play again. Was misschien niet het beste plan. Hey Ruby. Ja. Had je wat centjes gegeven? Had je goed bij, hè? Ja. Die zijn voor u, hè? Ja. Dus ja. Dan gaan we nu weer beginnen met een derde en het laatste potje. Dus ja. Dat ik in de vorige video ook gezegd is. Maar ja, en we hadden toch nog een vierde potje gedaan. Maar deze keer. Ik wil gewoon een keer winnen in een video. Ik heb al. Buiten video speel ik best wel goed. Maar in de video. Ik weet niet wat het is. Maar ik word daar altijd afgemapt. Precies alsof ze zitten. Hey, deze man is een YouTube video aan het opnemen. Laten we hem maar even afmappen. Het lijkt zomaar. Het is sowieso niet zomaar bon. En we spelen overpowered. Oké. Okay. Is ook wel een keer leuk voor de afwisseling. Ik weet, de kans in deze map dat uw buren naar u toe komen is best groot. Maar bon. Oké, dus wat ik nu met mijn gold wil doen is sowieso mijn generator upgraden. Mijn gold generator dan. Hoppa. Upgrade, zo. Dan gaan we nu eventjes gewoon nog voer kopen. Hoppa, hoppa, hoppa. Veel voer. En een tool. Zo. En dan zijn we nu ready to go to het midden. Ik ga eventjes een beetje safe bouwen. Ja, dit is mijn manier van safe bruggen bouwen. Als ik eventjes niet wil doodgaan. Die andere manier gebruik ik als het mij... Niet zo heel veel boeit als ik dood ga. Dan ben je wel sneller, maar is de kans ook zeker aanwezig dat je dood gaat. Waar zijn hier die diamond gems? Zou ik fighten met deze guy? Jammer, ik heb hem er niet afgemapt. Ah jawel, heb ik hem wel er afgemapt. Oké. Okay. Is gewoon big chillings. Zoals weer in het vorige potje, als mijn ei doodde. Ik ga gewoon niet de moeite doen, want zelfs al zit je er een paar blokken rond, doet echt gewoon niks. Oeh, veel diamonds. Oké, nu wordt het hier een soort van fighten met die guy. Of hij gaat gewoon mijn ei neuken, kan ook gewoon. Ik denk eerder dat hij ervoor gaat, ja, hij heeft mijn ei geneukt, oké. Ik nu eventjes hiden, zodat hij niet weet dat ik hier ben.
Of ziet hij me wel? Nee, dus oké, is chill. Oh, kak. Die guy, als hij, met mij, als hij op de brug komt, ik kan hem gewoon afmappen. Dus ik denk niet dat hij op de brug gaat komen. Hij blijft me gewoon opwachten. Zolang er geen mensen langs de andere kant komen, vind ik het goed. Oké, als die guy een beetje weggaat, maar gaat hij niet doen. Ik ben gretig, ik pak nog even 10 diamonds. Hoppa. 21 diamonds. Oh, kijk, die guy is er. Oké, hij loopt al terug, is chill. Maar guy, wat kan ik tegen jou doen? Ik heb gewoon een wooden sword, je moet niet zo bang zijn van mij, hoor. Ik denk niet dat hij weet dat mijn ei kapot is. Ik denk gewoon, als ik hem was, zou ik gewoon weggegaan zijn, want... is gewoon beter... Ik... Ah, zijn ei is trouwens ook kapot, oké. Okay. Dus ja, dan zou ik zeker weggegaan... Noob. Echt dikke noobie. Deze guy is trouwens ook dood. Ga ik even bij zijn base gewoon koekeloeren. Zal ik hier even... armor kopen. Is gewoon chill. Big chillies. Big chillings. En we spelen overpowered, dus ik ga deze keer gewoon wel full iron halen. Gewoon omdat het is leuk of zo. En heeft meer durability. Dus ik doe het gewoon lekker wel. Ik koop eventjes een iron sword. Dus dan... sowieso veel bloks moet ik hebben. Sowieso veel bloks. Dus eventjes alles schikken. Voer bloks pickaxe. Zo. Ga ik nu in het midden beast farmen als een beast. Want ik ben gewoon beast. En ik ga iedereen die in het midden komt gewoon helemaal biepen. En dan kan ik hopelijk dit potje wel winnen. Want als ik... ziek veel diamonds heb, kan ik gewoon hopelijk wel winnen. Dus ja, het zou gewoon chill zijn. Als ik dit potje wel kan winnen. Het zou echt gewoon flink chill zijn als we dit potje kunnen winnen, maar bon. Ik denk dat ik direct ga gaan voor een bow. En ik heb, want ik heb nu al een iron sword, dus is gewoon genoeg, vind ik. Is gewoon genoeg. Damage voorlopig, toch? Voorlopig is het zeker genoeg damage. Als ik er nu word afgeschoten van die brug, ga ik echt janken. Ik ga echt fucking hard janken. Maar hopelijk gaat dat niet gebeuren. En ik denk het ook niet, want ik denk niet echt dat iemand al een boog heeft. Sowieso, building blocks. Bow. K-Power 3 bow koop ik gewoon. Vind ik voorlopig genoeg. En ook eventjes wat arrows. Zo. Beam. Kablam. Oké, dus. Ik denk gewoon dat ik even hier wat ga bijzetten. Wat blok, zodat ik er zeker niet echt ga afvallen. Daar in die hoek bijvoorbeeld. Is gewoon chiller. Ik zou ook de Emerald Generator kunnen aanzetten, maar doe ik niet, want ik ben een beast en ik heb dat niet nodig. Misschien wel, maar sst, laat me. Oké, dus, wat ga ik nu doen? Wat heb ik nog? Wat kan ik eigenlijk nog doen met diamonds? Ja, ik sowieso ook 1 enchanted golden apple. En ja, diamond pickaxe. En dan ga ik gewoon pushen. Dus dan heb ik 32 diamonds nodig. Als ik ook nog een enchanted golden apple wil hebben, wat ik gewoon wel wil. Is gewoon fijn om te hebben. Even zo. En ook gewoon normale gold apples zijn ook wel chill om te hebben. En als niemand echt diamonds heeft, zou dat zo fucking chill zijn voor mij.
kan ik eindelijk een potje winnen op video. Boom. Hoop ik toch, tenzij een of andere mongol er mij weer komt afmeppen of afschieten. Ik ben eigenlijk nog nooit van een brug afgeschoten met een boog. Ook even hier zo doen. Stel ik word hier dan toch geraakt met een boog. Is er tenminste nog iets van kans dat ik er niet echt ga afvallen? Ja, hier doe een dikke scheid. Ik ga ook eventjes voor het gemak gewoon hier zo doen. Bam. Zo eventjes zetten. Ook gewoon hier. En hier. Gewoon eventjes al die hoekjes gewoon mooi doen. Als ik nu gewoon zelf van een brug loop, ik zweer het. Oké, dus. Diamond Sword. Mohahaha. Oh, Diamond Pickaxe kost 12 trouwens. Oei. Ja, laat die Enchanted Golden Apple dan maar zitten. Geef me dan maar gewoon een Golden Apples. Gold. Voer. Golden Carrots, wat doet hij eigenlijk? Ik heb geen flauw idee. Zo. 3 Golden Apples. Is dat genoeg? Moi voorlopig wel, denk ik. Oh ja, mijn goede tools natuurlijk aanzetten. Of gebruiken. Vanaf het midden kan ik denk ik wel naar andere hun base gaan die nog... Alleen groen leeft nog. Oké. Hopelijk wordt het een easy peasy lemon squeezy potje, maar ik weet niet. Want green is een man of een vrouw kan ook. En mannen of vrouwen zijn nooit te vertrouwen. Personen gewoon, zo zullen we het noemen. Minder controversieel, hoop ik. Want ik probeer zeker geen politieke punten aan te halen met mijn video's. Ik probeer gewoon lol te hebben. Ik ben ook net 13 geworden. Ik ben gisteren namelijk verjaard. Daarom dat er gisteren, of 15 oktober, dat is denk ik eergisteren voor jullie als jullie de video te zien krijgen. Daarom dat er toen ook geen video online kwam. Groen zit daar. Bro, hoe fucking scheef ben ik? Redelijk scheef dus. Waar de fuck is een eiland? Oké, 1 hit. Oké. Hoeveel arrows heb ik nog? 20 ongeveer, oké. Ga ik hier, durf ik hier ook voor te lopen? Ik weet niet. Ik denk eventjes dat ik omhoog ga bouwen. Hoppa. Die guy heeft sowieso geen boog. Als hij wel een boog heeft, dus dan is die man een beast. Maar dit is niet een zijn eiland, maar ik moet gewoon even nieuwe arrows kopen. Is gewoon wel chill. En ook even nieuwe blocks. Gewoon even mij weer preparen voor een goede fight. Want deze man heeft dus... totaal geen spullen. Als ik dit verlies, ben ik de grootste noob ever in de geschiedenis, in de history of...
Egg Wars. Hop, hop. Ook even het gold pakken voor arrows. Kan nooit kwaad. Dus archery. Even arrows kopen weer. Zo. Boom. 39 arrows. Eventjes wel genoeg. Ik moet even weten waar zit deze mo in zijn base. Of zijn ei, beter gezegd. Als ik dat weet, dan is dat gewoon veel chiller. Maar ik denk dat hij nu naar het midden is gegaan om een boog te kopen, dus ik ga moeten opletten. Of gewoon om betere gear te kopen, misschien in het algemeen. Ik ga denk ik gewoon alles misschien een beetje rondgaan totdat ik zijn base vind, I guess. Weer eventjes arrows. Boom. 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 Voilà, nu heb ik redelijk wat arrows meer als een stack. Ik heb ook redelijk wat bloks. Ik hou mijn boog in de hand. Met mijn boog in, of met mijn zwaard in de hand loop ik door het ganse land. Wow, ik was bijna de sprintknop niet meer ingedrukt en dan waren we dood. Oké, deze groen heeft deze beest helemaal kapot gemaakt. Of dit ei helemaal kapot gemaakt. Of was dat groen zijn ei? Nee. Robben gewoon alles blijven doorkruisen. Groen is hier sowieso al geweest. Een keer in zijn leven, want hier zitten groene blokjes. Guys, als jullie nu nog kijken, respect voor jullie. Hopelijk kunnen jullie mij mijn eerste win op video zien halen. Niet van altijd, gewoon op video. Als die man nu een boog heeft, ik ga janken. En als hij kan schieten, dan pas ga ik... Dan ga ik echt janken. Oké, iron hebben we. Wat moet ik daarmee doen met de iron? Vertel mij. Oké, daar is groen. Daar is de base van groen. There is the base of green. Zo, nu moet ik gewoon naar het midden. Ah, groen zat gewoon naast mijn base. Ik ben fucking achterlijk. Maar echt, fucking achterlijk. Eventjes wat gapples kopen voor de fucking zekerheid. Gapples kunnen nooit kwaad. Dat zijn de wijze woorden van een moin. Door gapples te kopen kan je... Can you do never something fault? Dus ja. Ik ga eens even zien in het midden is deze man hier. Denk eigenlijk wel. Oké, daar is die man. Hier zit ook gewoon nog gens. Dat is deze moon zijn eiland. Als die nu een boog koopt, ik ga janken. Ik denk gewoon dat ik rap naar zijn eiland moet gaan zonder dat hij het zelf door heeft eigenlijk. Oké, dus ja, we hebben dit bijna gewonnen. Ja, papa, ik weet het. Yes! Guys!
We have made it. We have won our first match on video. Even vertalen. Gasten, we hebben het gemaakt. We hebben onze eerste win op video gehaald. Boom. Dus dat was dit het einde van deze video. Als jullie de video leuk vonden, vergeet dan zeker geen like te geven. Abonneer op mijn YouTube kanaal en dan zie ik jullie in de volgende video. Daag!